Welkom. U heeft voor zich het schetsontwerp van de revitalisering van de Zilverkamp fase 4, cluster 2. Dat mag u op zich weer vergeten. Voor dit deel gaat het om de groengearceerde adressen beemt 32 tot en met 72 en 63 tot en met 77, Dullert 61 tot en met 71 en Ulkenpad 59 tot en met 71. De begrenzing van dit cluster wordt aangegeven met de paarse onderbroken lijn. Als het goed is, heeft u al het algemene filmpje gezien waarin mijn collega Willem Bijker uitlegt wat de revitalisering van de Zilverkamp inhoudt en welke weg we moeten doorlopen vanaf het eerste schetsontwerp tot en met het daadwerkelijk opknappen van uw straat. Mocht u deze film nog niet hebben gezien, dan raad ik u aan deze eerst te bekijken. Het doel van deze schets is tweeledig. Het eerste doel is om u als bewoner te informeren van de plannen voor het opknappen van uw straat. Het tweede doel is u te prikkelen om te reageren. We horen namelijk graag van u wat er speelt en wat er wel of juist niet moet veranderen in uw straat. We zullen niet aan al uw wensen gehoor kunnen geven, maar met uw inbreng hopen we wel een completer ontwerp te maken. Ik zal beginnen met de toelichting van de diverse vlakken en symbolen in de tekening. De bruine kleur die u ziet in de straat betekent dat we hier gaan herstraten. De straatstenen worden daarbij hergebruikt. De straat zal er nadien weer netjes bij liggen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de straat goed afwatert. De grijs gekleurde rechthoeken, zoals hier en hier, stellen de parkeervakken voor. De parkeervakken worden voorzien van markering, zodat ze duidelijk te onderscheiden zijn. Dan hebben we nog de groene diagonaalassering, zoals hier en hier. Dit zijn de plantvakken. Collega's die in groenvoorzieningen zijn gespecialiseerd, zullen hier een nieuwe invulling aan geven waar nodig. De doorlopende groenassering betekent dat we van plan zijn hier nieuwe beplanting aan te brengen. Er wordt qua beplanting een verhouding toegepast van 20% bloeiende planten en 80% wintergroene planten. De onderbroken diagonale groenassering, die alleen hier voorkomt, zijn groenvakken die we als dusdanig willen behouden. Ook voor het groengeld maak uw wensen bekend, dan kunnen we daar rekening mee houden. In het voorontwerp wordt een uitgebreid planplan weergegeven. Hierbij wordt een sortimentgids toegevoegd, zodat u zich een beeld kunt vormen van de toegepaste soorten. Dan ziet u nog de groene bollen in de tekening. Dit stellen de bomen voor. De bomen proberen we zoveel mogelijk te behouden. Bomen die in slechte conditie zijn, zullen gerooid worden. Deze bomen zijn gemarkeerd met een vraagteken. Hiervoor in de plaats zullen we waar dat kan een boom terugplanten. We moeten hierbij opletten dat de boom voldoende ruimte heeft om te groeien. Vaak kan er geen boom worden teruggeplant vanwege de vele kabels en leidingen in de grond. Daar waar wij een nieuwe boom willen planten, wordt het aangegeven met een groene cirkel. Dan blijf ik even ingezoomd op dit deel van Beemt. Hier staan een drietal bomen met weinig ruimte. Deze bomen zijn op langere termijn niet te behouden. We zien ruimte voor vervanging en een duurzamere groeiplaats. Daarom willen we hier een nieuwe groenstrook aanleggen en drie nieuwe bomen planten. Voor de boom hier geldt hetzelfde. Deze willen we ook verwijderen om hier in het groenvak een nieuwe boom te herplanten. Verder zien we bij Beemt 42 ruimte om een extra groenvak aan te brengen. En we zien mogelijkheden om dit groenvak hier uit te breiden. Hierin zullen dan ook een aantal heesters geplant kunnen worden. Dan gaan we verder naar Dullert. Ook voor deze twee bomen kunnen we een boom herplanten, waarbij de nieuwe boom voor nummer 71 wat meer ruimte krijgt door het groenvak iets uit te breiden. Deze boom zal ook gekapt worden, hier is echter geen ruimte voor herplant. Zoals u ziet verandert er weinig qua indeling in uw straat. We zien mogelijkheden om groen hier en daar iets uit te breiden en het bomenbestand te verjongen. Dit was de toelichting op het schetsontwerp. Deze tekening wordt ook als PDF op de website gezet. Indien gewenst kunt u deze schets dan nog eens rustig bekijken. U kunt uw vragen, opmerkingen en ideeën via het antwoordformulier op de website aan ons te kennen geven. Deze zullen we dan meenemen als we aan de slag gaan met het voorontwerp. Ook als er zaken zijn die betrekking hebben op bijvoorbeeld de aangrenzende clusters of elders in de wijk, dan horen wij dat graag. Bedankt voor uw interesse en we hopen van u te horen.